we het in Nederland samen op. En misschien, ik weet dat de heer Bosma al bij de interruptiemicrofoon staat, mag ik op dit moment dan even terugkomen op zijn inbreng van gisteren. Want het viel mij op dat de inbreng van de heer Bosma zich concentreerde op mijn persoon en niet op mijn portefeuille. En hij putte daarbij uit een speech die ik heb gehouden in januari van dit jaar in Amsterdam. En dat feit is ook het enige van zijn hele betoog dat de factcheck zou kunnen doorstaan. Zijn fantasie is met hem aan de haal gegaan, mevrouw de voorzitter. En ik vind het jammer. Ik vind het jammer dat hij een persoonlijke aanval verkiest boven het voeren van een inhoudelijk debat over en naar aanleiding van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hetgeen alle overige woordvoerders wel graag willen. En ik ook, mevrouw de voorzitter. Tot zover uw inleiding. Tot zover mijn inleiding. Ja, de heer Bosma. Voorzitter, ik waardeer het dat de minister meteen ingaat op mijn bijdrage van gisteren. Vaak worden dingen dan even onder het kopje varia weggestopt of zo. Maar ik waardeer het dat de minister meteen op mijn bijdrage ingaat. Dat vind ik prachtig. Ja, de minister verwijt mij fantasie. Maar behalve fantasie zijn er ook gewoon televisieopnamen. De minister zegt net, de democratie is ons dierbaar. Maar deze minister is nou net een antidemocratische actievoerder. Iemand die een frontale aanval uitvoert op onze democratie. Door te zeggen, als de Partij voor de Vrijheid aan de macht komt, dan scheiden wij ons af, doen we niet meer mee. Dat was een nieuwjaarstoespraak, een belangrijke toespraak. Ze sprak als burgemeester van onze hoofdstad. Maar gisteravond heeft, en het is zeer opvallend, of gistermiddag, heeft de minister die tekst eigenlijk nog eens herhaald. Of niet eigenlijk, maar die heeft het gewoon herhaald. Die heeft letterlijk gezegd, voor de microfoon van Pauwnet, als de PVV bepaalde zaken zou doorvoeren, dan rest ons, niets anders dan Amsterdam tot republiek te verklaren. En de vraag is? Nou, de vraag is, dat is een schending van de grondwet. Ja. Dat is een aanval op een grondwet. Dat is de aanval op de democratie. En dat is geen fantasie. Dat zijn gewoon de televisiebeelden. En u wilt daar reactie? Die overal zichtbaar zijn. Ja, goed hulpje. De minister. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik denk dat de heer Bosma heel goed weet wat ik bedoel. En ik bedoelde dat in januari en ik bedoel dat nu ook weer. Ik neem geen afstand van Nederland. Ik neem afstand van de denkbeelden van de PVV voor zover die bepaalde bevolkingsgroepen in Nederland uitsluiten. Daar neem ik afstand van, dat deed ik in januari en dat doe ik nu ook. De heer Bosma. Nou nee, in die toespraak heeft nou net mevrouw Ollengren een frontale aanval uitgevoerd op een bevolkingsgroep, namelijk de 1,5 miljoen stemmers van de PVV. En die hebben een gebrek aan humaniteit en beschaving, et cetera. Maar dat is niet mijn punt. Uitspraken uit het verleden, daarvan zeggen nieuwe bewindspersonen vaak, ja dat was vroeger en nu een regeerakkoord. He, dat doet meneer Grapperhaus bijvoorbeeld. Staatsrechtelijk heeft hij er helemaal gelijk in. Deze minister kiest een totaal andere weg. Die blijft persisteren in een onafhankelijk Amsterdam. Ze spreekt ook in de wij-vorm, ons. Dan de rest ons, blijkbaar staat hier vandaag namens de grachtengordel, dan de rest ons niets anders dan Amsterdam tot republiek te verklaren. Mevrouw Ollengren, dat is een keiharde aanval op de democratie. Dat is een keiharde aanval op een grondwet. En dat is voor iedereen vergeefbaar, maar voor één persoon niet. Namelijk de minister die gaat over de democratie en de minister die gaat over de grondwet. De regering van Catalonië zit achter de tralies vanwege hetzelfde verlangen. De minister. Ja, voorzitter, ik meen dat de heer Bosma Amsterdammer is. En ik denk dat er geen Amsterdammer is die niet weet wat het gevleugelde begrip de Republiek Amsterdam betekent. Het staat voor eigen wijsheid, het staat voor rebellie, het staat voor iets bijzonders in onze hoofdstad. En als de heer Bosma gisteren betoogt dat een uitspraak daarover een gevangenisstraf waard zou zijn, dan vraag ik de heer Bosma waar precies datzelfde feit, waar de PVV volgens mij achter staat, namelijk het afsplitsen van de Antillen van het Koninkrijk, wat daar dan voor staat. De heer Bosma. Nou ja, de minister is nieuw in het huis en wij stellen hier de vragen. En jij Bakken zijn niet het beste antwoord. Over de Antillen heb ik allemaal antwoorden, heb ik alle moties meegenomen. Dus daar kom ik wel uit. Maar ik wil graag dit punt even, want ze probeert nu te doen alsof het een soort figure of speech is. Of een de Republiek Amsterdam, dat staat ergens voor. Nee, voorzitter, ze heeft het gisteren letterlijk gezegd. Dan rest ons niets anders dan Amsterdam tot republiek te maken. Dat is de afscheiding van de gemeente Amsterdam van het Koninkrijk der Nederlanden. Dat is een frontale aanval op de democratie en dat is een frontale aanval op de grondwet. Draai daar nou niet omheen. Ik feliciteer de minister met het feit dat ze consequent is. Dat vind ik hartstikke goed. Maar dit is toch gewoon een aanval op de grondwet.
Voorzitter, ik wilde straks, want de heer Bosma heeft behalve deze persoonlijke aanval op mij ook nog een aantal vragen gesteld. Een daarvan ging over de grondwet. Die zal ik natuurlijk netjes beantwoorden, dus daar kom ik zo op terug. En voor het overige wil ik best herhalen wat ik net heb gezegd. Ik neem geen afstand van Nederland. Ik neem afstand van bepaalde denkbeelden van de PVV, voor zover die gaan over uitsluiting. Mijn laatste opmerking op dit punt, want dit is de derde keer dat de vragen worden herhaald, maar ook de antwoorden worden herhaald. U heeft allemaal gelijk, voorzitter. Het is geen persoonlijke aanval, het is gewoon de kritische vraag. Is deze persoon nou de beste persoon om minister te zijn van Democratie en minister van Grondwetszaken? Dus maak het niet groter dan het is. Het is geen persoonlijke aanval, want het is de eerste keer dat ik de minister ontmoet. Zij heeft letterlijk gisteren herhaald Amsterdam tot republiek maken. Dat is een aanval op de grondwet. En dat is zeer ernstig voor de minister van Grondwetszaken om dat te doen. Voorzitter, ik maak niets groter dan het is. Ik ben blij dat de heer Bosma dat zegt. Ik neem aan dat hij zijn 30 jaar gevangenisstraf, dan moet ik dan ook met een korreltje zout nemen. Dat zal ik doen. De punt van orde, ja, wel even kort, want ik wil toch graag even dat we nu duidelijk maken. Hier heeft de heer Bosma gisteren een nummer van gemaakt. Toen hebben we daarop gereageerd. Toen was er ook een andere voorzitter, die heeft dat allemaal veel te lang en niet goed gestuurd toegelaten. Was heel vervelend. De heer Bosma begint er nu opnieuw over. Dit is geen opmerking van orde. Begint goed. Dat doe ik wel. De minister heeft net duidelijk antwoord gegeven. En de heer Bosma heeft zelf ook aangegeven dat hij de gevangenisstraf van 30 jaar mocht ook wel 25 jaar zijn. Het was dus allemaal voor de bühne en onzin. En de minister heeft net ook uitgelegd hoe die opmerking geplaatst moet worden. Volgens mij is het nu uit de wereld en moeten we er gewoon over ophouden. Want anders blijft de heer Bosma maar doorgaan De steun, met hetzelfde punt Verhoeven. Wat al lang gemaakt dank is. Dank u wel. Dus blijkbaar een orde debat mag duidelijk reageren. Het is niet aan de heer Verhoeven om te bepalen waar mensen het over gaan hebben. Dus de begrotingsbehandeling, we mogen het hebben over alles dat betrekking heeft op de begroting. Spijt me. Ik geef de minister het woord. Dank u.